Liefhebbers van kunst konden dit weekende hun hart ophalen tijdens het Land Art Weekend. Het weekend is als het ware het open huis van alle 9 landschapskunstwerken. Het publiek kon bij alle werken tekst en uitleg krijgen over de achtergronden van het object. Vandaag staan overal gidsen en die kunnen jou alles vertellen over wat het kunstwerk is en de vragen die erop komen als je het gezien hebt, kunnen ze beantwoorden. Ze kunnen je ook wat vertellen over de plek van de andere kunstwerken. Hè. Dat is natuurlijk ook handig, zo van, dan kan je daarheen rijden of je kan die ook zien. Als u deze mooi vond, dan vindt u vast die ook mooi. Dus het is echt, je kan een praatje aanknopen. En dat is het extra van het open huis wat ons betreft. Ja. Dat Flevoland veel landschapskunst heeft, bleek bij veel bezoekers bekend. Het was voor meerdere bezoekers zelfs ook de reden om dit weekende naar Flevoland te komen. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ben dus een beetje op de hoogte van wat er speelt in de kunstwereld. En dan ken je de collectie Land Art Flevoland. En dan is zo'n weekend wel een mooie gelegenheid om alles eens even te gaan bekijken. Een van de locaties was bij Exposure, het beeld van de hurkende man in Lelystad. Wat ik ervan vond is een leuke standbeeld. Degene die het heeft gemaakt, heeft het mooi gedaan. Heel mooi, geweldig. Ja. Bijzonder. Ja, dat is een goede energie daar. Ja, heel mooi. Mensen met vragen konden terecht bij beeldend kunstenaar en gids Fokje Verhoef. De meeste mensen hebben dezelfde vraag. Hoeveel bouten zitten erin en hoe hoog is het werk? Want het ziet er natuurlijk uit als een technisch hoogstandje. En het is ook heel interessant. Het is een heel interessant proces, dat techniek van het werk. Exposure heeft trouwens 14.284 bouten. Landschapskunst is niet uniek voor Flevoland, maar dit is wel de provincie met de meeste werken, weet Martine van Kampen. Ze schreef een boek over alle werken in Flevoland, Land Art Live. Toen die stroming opkwam, de Land Art, die is een beetje vanuit Amerika overkomen waaien in de jaren 60, 70. En toen ontstond ook net Flevoland. En in Flevoland waren ze land aan het maken. Dus die relatie lag natuurlijk heel erg voor de hand. En er was overal ruimte en het was makkelijk om te doen. En ze vonden het geweldig. Dus zo ontstond dat. Volgend jaar is er weer een Land Art Weekend.